Dennis, we gaan met jou, met jou beginnen. Hoe is het? Ja, tot nu toe heel goed. Mooi zo, ja. hou dat vast in ieder geval. Vechtersbasis, daar gaan we het nu even over hebben. Ja. Hoe is dat bij jou begonnen? Uh, het is bij mij begonnen eigenlijk al jarenlang. vriend van mij, Neil, die had uh, begonnen al heel lang voordat wij wisten wat podcast was. Zoals hij, dat je al podcast had maken over voetbal. Op een gegeven moment ging je daar Amerikaanse sporten bij doen. Dus honkbal, uh, 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 voetbal, et cetera. En ik wilde heel graag versport doen. Dat is altijd mijn passie geweest. Dus in, ik ging op een gegeven moment denken, als ik Nederlandse topvechters, zoals Alistair of weet ik wel, wilde zien, dan moest ik naar Helwani kijken of naar Joe Rogan. kijken. En dan moest ik Nederlandse vechters in het Engels horen praten. Ja. Ik dacht, waarom gaan we dat niet in het Nederlands doen? Weet je? Want in je eigen moerstaal kan je toch je beter uitdrukken. Zo. Dus, nou ja. We hebben heel veel vechters hier natuurlijk. En we hebben zoveel topvechters, weet je wel, die eigenlijk geen podium hebben. Dus dat is mijn insteek altijd geweest om de verhalen van de vechters te vertellen. Gewoon in het Nederlands. En uh, na heel lang zeuren bij Niel uiteindelijk is hij overstag gegaan. Ze en ah, we gaan het gewoon proberen. Ja, en ja dat was vechtspazend. Ja, en, en het is een van de meest beluisterde uh, vechtsportpodcasts in Nederland. Ja, ja. nou, we zijn er nu zo, moet ik even terugdenken, vijf, zes, denk ik, dit zesde jaar nu ongeveer ingegaan. Nou ja, zoiets, uh, 2016 ongeveer. Uh, kijk, het is op vrij snel begrip geworden. Uh, um, Kijk, podcast maken weet je zelf ook. Het is een andere benadering dan een televisie-interview, wat dan ook. Je gaat echt om de verhalen. Dus ik zit ook vaak als ik met de vechter aan, aan tafel zit, of die zit bij ons in de podcaststudio, dan zit ik niet als interviewer, maar dan zit ik als fan. Zit er gewoon lief hebben te luisteren naar hun verhalen. Je kist me met je staart en zo. Ja, bij, nou, bijna wel. Bijna wel. Kijk, ik spreek ik ook wel leuk toch ja Ja, het, het is zijn kant of zijn kant van het verhaal. Hoe zij dingen beleven. En niet per se uh, de, de feiten hoe die zijn... of hoe die door de, de, de wereld worden beschouwd. Maar gewoon zijn kant van het verhaal. Hoe zij dingen beleven. De emoties, de bewegingen. Ik zeg altijd, iedereen heeft een reden om te vechten. Niemand vecht zomaar. Iedereen heeft een reden waarom hij doet wat hij doet. En, maar wat is die reden? Weet we niet. In die persconferenties van vijf minuten kom je er niet achter... Die in die, in die quote die ze knippen, uh, kom je er niet achter. Dus gewoon gesprekken. En of dat nou een uur duurt, of twee uur, of voor mij pas vijf uur, weet je wel als het een lang verhaal is. Ja, gewoon de tijd ervan nemen om, om de mensen achter de vechter te leren kennen. En nu ben je uh, ook bezig met Gouden Kooi. En dat ja. gaat vooral over UFC? Nou, Gouden Kooi is een beetje een, uh, een post-fight show, zoals ze het noemen. Dus ja, als er UFC is geweest, wat bijna elk weekend is, dan zit ik met uh, Gilbert Eiffel. En dan gaan we maandagochtend gaan we lekker de gevechten een beetje nakaarten. En dan hebben we ook gewoon een tijd, een uurtje of anderhalf voor. En dan, uh, Dat gaat voornamelijk over UFC, maar als er Glory is, dan nemen we dat uiteraard mee. Of als er Nederlanders bij One Championship vechten of waar dan ook, dan praten we er ook over. Maar de focus ligt voornamelijk bij UFC, ja. Want ja, je haalt het zelf even aan. Glory, je hebt ook zelf ook voor Glory gewerkt. Ik heb heel lang voor Glory gewerkt. Voor Glory, bijvoorbeeld bij Showtime, uh, ja. Nou, kickboksen is eigenlijk uh, wat mijn hart en ziel ligt. En, en, en waar wil jij naartoe met vechtsport? Met, 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 met uh, vechtersbazen, uh, gouden kooi, waar wil je naartoe? Nou ja, het is een beetje waarom jij ook doet, waarom je dit doet, denk ik. Uh, je wil de vechtsport een podium geven. Weet je, we hebben zo lang, zoveel negatieve publiciteit gehad. het, zo lang is het altijd, oh, die kickboxers of die vechtsporters, dat zijn die criminelen of weet je wel, dat zijn de ASO's. Blah, blah. Hey, we kennen allemaal de stigma's wel, weet je wel. En, en ik lach erom. Nice. <laughs> Ja, nou ja, maar jij je, zal judo. Judo wordt hem als, als, als een nettere sport. Maar iedereen die al lang in de vechtsport. Ja, dat weet ik, 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 ik twijfel niet ja. aan. Ja. Ja. Nou ja, maar om, om de vechtsport een podium te geven. En uiteindelijk met z'n allen, dus met vechters, uh, met, met oudvechters, met mensen uit de media, om het naar een hoger niveau te tillen. En om het gewoon ja, om vechters de aandacht te geven die ze verdienen. Weet je, het zijn ook mensen aan topsporters, die trainen net zoveel of harder dan die voetballer bij Ajax of waar dan ook. Uh, maar krijgt de helft of, of, of een fractie van de aandacht. Ja, ja. Want jij werkt nu bij Eurosport, klopt. En wat doe jij daar? Um, ik ben de, de met het chic woord de executive producer. Maar uh, ja, feitelijk. Ben gene. Ik ben verantwoordelijk voor, voor, voor alle vechtsport content op Eurosport en Discovery. Dus uh, we maken. Judo, die ook Judo. Nee, judo niet. Uh, maar we ja. de, hebben de, de Eurosport, hebben we hebben de rechten van UFC, uh, Cage Warriors, uh, Karate Combat. En de bedoeling is om het op termijn uit te groeien, om we echt, kijk. Weet, je hebt vroeger keek veel naar jou op Eurosport. Huh? Weet je, als je K1 wilde zien of uh, Super League of wat dan ook, keek je naar Eurosport. Dat was het eerst een enige podium waar je vechtsport kon zien vroeger. Nou, hebben ze de laatste jaren hebben ze het helemaal losgelaten. En nu laten we zien dat ze met, met UFC weer echt een rol van betekenis willen spelen. Dus um, dat is voor mij, een maken het programma, daar ben ik vorig jaar heel lang mee bezig geweest. Maar voor het komende jaar, of de komende jaren, willen we ook gewoon de website en de social media en alles eromheen, willen we echt gewoon weer een een platform worden voor, voor alle vechtsporten. Merk je dat UFC ook echt terrein aan het winnen is? Ja, het is in Nederland nog wel redelijk een redelijke niche. Mondiaal is het al, al jaren de snelst groeiende organisatie en MMA is denk ik mondiaal ook de dominante vechtsport. Uh, in Nederland zijn we nog heel erg op het kickboksen gericht. En, maar je merkt dat het verschil wel kleiner wordt, waar denk ik Weet ik wel tien jaar geleden was het misschien 80-20 voor kickboksen en MMA. En ik denk dat het nu misschien al 60-40 is. Mm -hmm. Ik denk over het eerste aantal jaren dat we wel die omwenteling gaan zien. Dat... En, en heb, heb je het gevoel, want soms heb ik dat gevoel wel. Heb je het gevoel dat uh, kickboksen straks het, uh, ja, het, het karate van een slecht wordt? En waarom zeg ik dat? Uh, karate was eerst echt, echt een, een soort van, ja, dat moet je doen. Bruce Lee had het gekeken. Ja. Op een gegeven moment haalde kickboksen het in. Ja. Is het nu hetzelfde met, met MMA, dat MMA het kickboksen inhoudt? Heeft het niet te maken met, uh, met de commercie? Dat UFC daar wel gewoon een heel belangrijk aandeel in heeft. Ja, dat heeft te maken. En waar het geld zit, daar gaan we, we net zo kijken. Wat je, wat je ziet, daar word je mee opgevoed. Ja, dat zeg je heel Ja, goed. en ik denk ja. dat daar kickboksen natuurlijk net even de aansluiting mist. Ja, Zeker mondiaal, gezien de grote geld zitten. Nou, dat, dat merk je ook in de coronaperiode. Zij gingen door, terwijl de kickbox ja. en allerlei andere sp uh, sporten ja. gingen achterover zitten. En daar gingen ze naar Fight Island. En, maar we hebben het op dezelfde platform. Ja. Je kan altijd UFC op dezelfde stukken terugkijken. Met kickbox was het maar ook je, net wat je net zegt. Nu is het weer een eurosport, maar dan was het op uh, SBS, dan op Videoland, dan daar. Ja. Mensen weten het op een gegeven moment ook niet meer natuurlijk. Nee. Maar wij denken soms, kijk, kickboksen is in Nederland, is het, is het uh, wereldberoemd. Ja, dat is de grootste vechtsport hier al jarenlang, al 50 jaar. En dat vind ik ook mooi. Hè? Dat is ook een van de dingen waarom ik met vechtspaars ben begonnen. Hoe kan het dat wij als zo'n kikkerlandje al 50 jaar over de hele wereld mensen in elkaar slaan? Je? Dat is toch geweldig eigenlijk? Alleen, wij denken dat kickboksen heel wat is. Maar er zijn maar heel weinig landen waar kickboksen echt voor vol wordt aangezien. Weet je, Thailand een beetje en Frankrijk en misschien een beetje Engeland. Maar dat meer allemaal meer kant, de Japan uiteraard. Maar de, ik ben met Rico uh, van een keer in New York geweest. En liepen we uh, uh, door Manhattan heen. Er is niemand die hem kent. Nee. Terwijl dat hier. Iedereen aan zijn lippen. Zo, hier is hij superster. Ja. Maar dat, dat komt ook wel door wat Henk zegt. De UFC die doet zoveel aan hun media de branding. Die de maakt de de branding de van de er inderdaad. Ja. Zo groot. klagen natuurlijk altijd dat ze niet genoeg gage krijgen, maar ze worden wel echt een merk. En als ze stopt ja. bij de UFC, kunnen ze ook nog geld mee verdienen. Jazeker. Daarna kunnen ze bijna, bijna hun leven lang verder met wat ze daar hebben gedaan. Dat doet UFC vind ik heel erg ja. goed. Ja. Maar de ja. vlug, Dus kijk, Amerikanen over het algemeen hè, en de rest wordt een beetje meegezogen, um, zijn heel goed om zichzelf te marketen. Ja, zeker. Ik een Amerikaan wordt geboren die kan dan voor een. Camera's aan en, en zinnige dingen zitten. En je moet er nog wel een product ja. van kunnen, want zo'n vechter die daar in het begin binnenkomt, net ja, als dat is met, ook niks wordt met met ook met feiter. De... Kijk, als je dat wint, ben je gelijk al eigenlijk een beetje bekend. Ja. Je ziet ook in de UFC dus, dat er uh, enkele zijn die zo zichzelf vermarkt. Uh, al die met een beetje geluk, met de juiste hè, winnen, 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 ja. winnen en dan wordt een ster ook gemaakt. Ze ja. dus hebben wel het grote gevolg op social media natuurlijk, dat is wel belangrijk, want daar zit natuurlijk het geld nu achter. Ja. En Conor McGregor heeft natuurlijk daarin wel deuren geopend denk ik voor die hele sport. Ja. Dus het die grote droog, geld. gebracht natuurlijk. Ja. Grote geld gebracht ook mainstream. En die man is natuurlijk mainstream bekend geworden. Nou dan kan de rest natuurlijk weer een beetje. Maar de vrouw natuurlijk onder Wowski gehad. Ik zie daar ook al die ieder uh, uh, wereld goed kennen. En ja, die ook daar weer in het grote heeft te maken. En Dana is natuurlijk wel een commercieel uh, wonder. Je ziet het natuurlijk wel aan wie uh, dat moet doen, hè? Allige promotor. Ja, die weer die die, uh, die, die... die weer heel goed doet. Er staan natuurlijk continu weer sterren op, die, uh, ja. waar ik ook naar wil kijken. En ik denk, ja, daar, daar wil ik naar kijken. Ja, die zie je goed. Die maken ze ook groot. Maar jij volgt het ook echt, Henk? Ja, ik volg heel veel. Kijk... Je een lang fan, Kijk, toch? ik hou echt alles. Ja. Dus ik zie... Ja, ik wil niet zeggen dat ik een... Uh, ik zit absoluut niet op jullie niveau. Ik volg het als... Uh, ja, gemiddelde Nederlander, maar ik ben wel liefhebber. Mm. En ik ken bijvoorbeeld uh, ja, uh, Kayla Harrison. Waar gaat zij de UFC in? Ja. Ik denk op dit moment de beste vrouw in. in Hij uh, gaat nooit de UFC in? Nee, denk... nee omdat ze haar gewichtskwasse niet hebben. Maar zij wil we toch wel kutten? Nou, het gewicht, uh, wat is het, hoeveel pounds is het nog? Ja, het nog, wel nog, wel nog? Heel ah, kut hoor. Ja, zij is het haalt, toch? Ze zegt dat ze 145 haalt. 135 haalt ze nooit. En 145 is eigenlijk bestaat nu alleen maar bij de creatie van Amanda Noenis, Want het is een lege divisie. Als je op, uh, bij UC.com op de, ja. de rankingpagina's kijkt, zie je bij Ferryweight vrouwen zie je alleen een foto van Amanda Noenes en daarna een heel leeg wit vlak. Dat is gewoon... Deze vrouw is zo bizar goed. Ja. En judo. zo ja, Maar je moet er wel tegenstanders voor hebben. Zo jammer, want zij is echt niet normaal. Ja. Zij is echt een heel ding van... Zij is een voorbeeld van hoe je een vechter goed kan maken. Want zij is bij PFL is ze eigenlijk een soort van uh, koning één oog he? in het land der blinden, want ze, ze heeft daar arme vrouwen op. Oh, in, ja. in haar klasse zijn er bijna geen vrouwen die op dat gewicht vechten. Ja, uh, en, en, en er zouden wel vrouwen zijn, er zijn geen toppers. Nee, het nee. enige wat zij tegen heeft is dat ze zag er goed uit. Ja. ja dacht, DNA, dat, kunnen we, dat is een mooi plaatje, die kunnen we neerzetten. Kerst is een beetje mannelijk, is niet een hele knappe vrouw. Is wel een topsportvrouw, ja, even eerlijk. <laughs> ja, daar zit minder geld achter. Dus DNA, dat is denk ik ook de reden dat hij haar niet neemt. Ja. Dat stinkt ja. Dat vind ik ja. wel ja. heel jammer. Een soort van sexy babe hebben. Tuurlijk. Ja, ja. Er is met Keila Hersen vorig jaar ook een periode geweest toen haar contract met de PFL... Afliep en toen is ze een beetje aan het shoppen geweest, Bij Bellator, zou ze tegen Cyborg kunnen vechten. Zou ze inderdaad voor die fight naar Amanda Nunes ging, waar toen nog Sayant ging. Maar er waren trainingsgenoten en die trainen samen met een topteam. Uh, en dus toen is ze wel even aan het leuren geweest. Maar uiteindelijk heeft ze wel weer voor de veiligheid van de PFL gekozen. Want ze weet al van tevoren dat ze dat toernooi wint. Heeft ze trouwens niet gedaan uiteindelijk dit jaar. Maar dat ze die miljoen dollar wel echt ophaalt, weet je wel. En voor de veilige route en het geld gekozen kan er geen ongeluk geven. Ik ik af en toe een appje, af en toe zei toe ze reageert. De mensen zijn zo aardig. Ja, Zo'n op ja, joh, dat is een Ken je heel, zes tweevoudig komt kan natuurlijk. Ja, we ja, ja. waren al dezelfde tour ja. zij werd ook gecoacht door, 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 door Jimmy Pedro en die kwam uit Boston. En een oude pedro, dus een man van in de 75, noem noemen ze Big Jim. Dat is een grijze man met een grote sigaar, die loopt er ook altijd omheen. En die is ook een soort van backup. Die is nu ook bij haar daar in Florida. En ik vind die ja. Big Jim gewoon een healthy man. Daar ik altijd een soort van... Uh, dronk als een biertje mee aan een training, weet je. Gewoon gezellig. En zij is heel open en zij is... uit ja, Brabant? Nee, dat niet. <laughs> maar zij is echt degene die... Zij doet haar huiswerk. Ja. 12 maanden per jaar, elke dag doet ze haar huiswerk. Zij is gewoon daarin onverslaanbaar. Wat, wat, wat is? Maak nu een account aan op warriorcode.com en bekijk de volledige aflevering van Warrior Talk. Oes!